In de Week van Respect gaan kinderen in heel Nederland met elkaar in gesprek over respect. In Den Haag hadden kinderen van de basisschool Cosmicus het over culturele verschillen, godsdienst, seksuele voorkeur en afkomst. Om het belang van respect op scholen te benadrukken, sloot burgemeester Josias van Aartsen vandaag af. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat doen meer scholen in Den Haag en in Nederland. En ja, dat begint natuurlijk op het schoolplein en in de klas, dat je elkaar gewoon een beetje in je waarde laat. Volgens directeur Fatih Osbasi van basisschool De Cosmicus leren kinderen door er actief mee bezig te zijn en plezier te hebben. Het moet vooral leuk zijn in de klas en ook interactief, vinden wij. Wij proberen ook coöperatief leren heel veel toe te passen. En daarin is het belangrijk dat er directe interactie is. Dat de kinderen ook veel kunnen doen. In plaats van dat de leerkracht heel veel gaat vertellen. Nee, de leerlingen mogen het ook heel veel gaan vertellen. Is het dan eigenlijk niet heel saai om een week lang alleen maar over respect te leren? Ja, dat dachten we allemaal. Maar als je nou eenmaal bent begonnen met het leren van hoe erg pesten kan zijn en hoe leuk positieve houding kan zijn, dan is het eigenlijk best wel leuk om zo'n weekje te houden. Voor de basisschool De Cosmicus is deze week van respect een groot succes. Nou, er wordt zelfs over gesproken dat een internationale week mag worden. Dus dat zou iets goeds zijn, dat er ook internationaal week van respect wordt gevierd. Jullie blijven in ieder geval meedoen? Wij doen zeker mee. Volgens de burgemeester kunnen inwoners van heel Den Haag nog wel wat leren van deze lessen. Hij heeft dan nog een oeroude tip. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Gewoon heel simpel. Dat is het hele verhaal. En als we ons daar iets meer aan zouden houden, krijgen we een iets mooiere, iets verdraagzamer samenleving.